Hoe zijn de reacties geweest van de marktkooplui over hun terugkomst? Ja, de food, de non-food, die hebben allemaal appjes, telefoontjes. Ze zijn allemaal hartstikke blij. Collega's die dus altijd hebben gestaan, die zijn blij dat we weer erbij mogen. Want we brengen toch met z'n allen een stuk gezelligheid en de markt maak je samen. En als alle marktkooplui weer op de Almeloze markt staan, dan gaat u vast een feestje vieren. Dat hadden we heel graag gewild. Waren het niet dat we dus in coronatijd zitten nog. Ja, en dat we heel erg goed moeten oppassen voor besmettingen en afstand bewaren. Dus we hebben gekozen om nu nog even geen feest te bouwen. Maar dat gaan we ongetwijfeld in de toekomst doen wanneer dit allemaal voorbij is. Verwacht u nog dat dit besluit in een later stadium teruggedraaid kan worden, bijvoorbeeld bij enorme stijging van de besmettingen? Nou, dat heeft wel een beetje in mijn gedachten gespeeld. Dat ook de andere kant op. Ik hoop het niet. Ik hoop dat de besmettingen erg dalen, waardoor we gewoon onze gang kunnen gaan en naar de markt kunnen. Kijk, in de buitenlucht heb je het minst last van besmettingen. Dus ik zie het probleem eigenlijk niet, maar dat zagen we in de tweede lockdown en in de eerste ook al niet. In de buitenlucht is het relatief, de besmettingsgraad heel erg laag, bijna niet heel wordt gezegd. Dus ja, wat ons betreft mag het geen belemmering vormen om dus niet te gaan staan. Wat vindt u van het besluit van het demissionaire kabinet om de non-food sector weer toe te laten op de markt? Niet meer als normaal. We hadden eigenlijk al die tijd moeten staan. Wij staan buiten, we staan veilig. We hadden de coronamaatregelen, hadden we top van elkaar. Alleen maar complimenten gekregen van iedereen. Dus wij zijn heel blij dat we weer terug mogen. Ja. Hoe verloopt de communicatie met de marktbezoekers wanneer er weer meer kramen staan? Onder andere door jullie, waar we heel blij mee zijn. En onze Facebookpagina van de Almeloze Markt. Onze website van de Almeloze Markt. Persoonlijke pagina's van collega's waar het op gedeeld wordt. Kom alleen, doe uw boodschappen. Ga zo snel mogelijk weer de markt verlaten, zodat iedereen de kans krijgt om zijn verkopen te doen. Zou het besluit nog teruggedraaid kunnen worden, denkt u? Ik denk dat dan de pleuris uitbreekt. Ja. En wat verstaat u daar dan onder? Er was al een rechtszaak op handen waar eigenlijk voor 28 april een uitspraak zou moeten komen. Omdat wij vinden dat de non-food gewoon moet kunnen staan en hoort te staan. Dat is dus niet gebeurd. Denkt u heeft zwaarder gewogen? Het economische belang of het belang van de volksgezondheid? Ik denk dat het er beide is. Ik denk alleen dat ze soms de plank mislaan. Hans Wesseling, wat vind je van het feit dat de marktkoopmensen van de non-food sector terugkomen op de Almeloze markt? Ja, dat vind ik wel heel fijn. De gezelligheid staat natuurlijk voorop. En de mensen die hoeven niet meer te kijken. We hoeven alleen fruit of vis of de grill van de kip. Maar nu kunnen ze alle dingen weer bekijken. Dan kunnen ze naar de ondergoed, de pyjama's. Ze kunnen naar de kleinvak heen. Ze kunnen overal heen naar de kledingmensen heen. Dat is het belangrijkste. Zou het besluit nog kunnen worden teruggedraaid? Het hoeft niet terug. Niet op de markt, Nerk. Als er genoeg ruimte is en de mensen houden gewoon de veiligheid in de gaten. En dan kunnen mensen gewoon komen en gaan wat ze willen. Maar als ze maar gewoon afstand houden van elkaar. En gewoon denken, even geduld, we komen zo weer terug. Was je het eens met het besluit van het kabinet om de non-food sector niet meer toe te laten op de markt? Nou, dat vond ik heel verkeerd iets dit. Ik zei, ze maken een beetje een raar spelletje van. De grote winkelcentra's, die mogen wel open en die verkochten alle goederen of handel. Ik denk, goh, ik kan dat wel bijverkopen, maar dat is niet goed voor ons niet. We willen gewoon zorgen dat iedereen weer kan staan. Als we gewoon een beetje in de gaten houden wat ze doen met elkaar. De ambulante handel in Almelo gaat binnenkort een feestje vieren. Een feestje is helemaal niet nodig, want de mensen zijn wel blij dat we er allemaal samen zijn. En dat is het belangrijkste.